Van het lesgeven aan de muziekschool heb ik altijd genoten. Mijn kweekschoolopleiding heeft uiteindelijk toch nog zijn vruchten afgeworpen. Mijn ouders zaliger kunnen trots op me zijn. Pianolessen, theorie en muziekgeschiedenis waren de vakken waar ik me helemaal in thuis voelde. En de leerlingen en collega's waren allemaal zo lief voor mij. Ik kreeg zelfs enkele vererende compositieopdrachten en een koninklijke onderscheiding. Mijn muziek, met zijn expressieve melodiek en impressionistisch coloriet, is iets waar ik trots op kan zijn. Fijngevoelig alle nuances van de tekst, de stem of de instrumenten volgen. Wat heb ik daar een plezier aan beleefd en wat heb ik daar hard voor gewerkt. Dat geef ik van mezelf graag door aan ieder die het maar horen wil. Nu en in de toekomst. Si tu veux être libre et fort, travaille. Wil je vrij zijn en sterk, werk. Laten ze dat na mijn dood maar op mijn grafsteen bijtelen. Oh!
The Lord Buddha always reclined mindfully on his right side, and only 1 hour each night for the entire 45 years of his teachings. At the age of 80, before entering Parinirvana, the Lord Buddha compassionately warns the monks and also all of us. See.
Tchau.